2008 had een van de mooiste jaren voor FC Groningen moeten worden. Het elftal was sterker dan ooit, met smaakmakende spelers als Bruno Silva, Erik Nefland en Luis Suarez. FC Groningen ging met 30 punten en een vierde plaats de winterstop in. Slechts 6 punten achter koploper PSV. Voor het begin van het seizoen had Ajax Luis Suarez al losgepeuterd van de FC. En in de winter kwam het grote en boze Ajax nog een keer langs om te shoppen. Ze haalden Bruno Silva en Rasmus Lindgren naar Amsterdam en maakten zo hun directe concurrent definitief vleugellam. Ook de laatste troef van FC Groningen, Erik Nefland, werd eind januari 2008 weggekocht door het Engelse Fulham. 2,5 maand later zou een van de zwartste pagina's in de geschiedenis van FC Groningen geschreven worden. Silva. Suarez. Nu niemand voor zich in de verstelling van Suarez. En de goal van Suarez. Aan het begin van het seizoen wilden wij heel graag Luis Suarez hebben. Eigenlijk was het een soort must om hem binnen te halen. Want bij ons ontbrak een speler van aanvallend kaliber die het verschil zou kunnen maken. En die liep dan bij dat mooie Groningen wel rond. Toen gingen er wel wat radertjes sneller draaien, met name bij Suarez. Hij zat een jaar bij ons. Hij was inmiddels wel een gevestigde orde geworden. Hij heeft een half jaar bij ons het moeilijk gehad, maar het tweede half jaar was hij echt op dreef. Ja, met als gevolg dat Ajax belangstelling tonen. Maar aanvankelijk wouden wij niet meewerken, ook omdat wij vonden dat de bieding van Ajax niet hoofdvoldoende was en ons ook geen aanleiding gaf om aan de onderhandelingstafel te schikken. Wij wilden Luis gewoon houden, een belangrijke speler, en daar wilden we mee verder. Ja, Luis dacht er anders over en heeft uiteindelijk een arbitragezaak aangespannen. Dat was op zich wel heel vervelend, want daar zit niemand op te wachten. En dat leverde een spannende strijd op die bij ons met argusogen werd gevolgd. En waarvan je dacht, hoe gaat het aflopen? Het was lang niet zeker of hij wel zou komen. Natuurlijk kan ik tijdens deze persdag er niet omheen wat inmiddels de zaak Suarez heet. Het mag duidelijk zijn dat wij niet blij zijn met de arbitragezaak die andermaal is aangevraagd door het management van Suarez. Dat was een hele duidelijke situatie waarbij Luis absoluut naar Ajax wilde. Al in feite afscheid had genomen van FC Groningen. En waarbij Groningen, Hans Nijland, natuurlijk het onderste uit de kan wilde halen. En dan heb je als trainer ook zoiets van, je zit er natuurlijk een beetje tussenin. En ik had met Luis een hele goede band, maar die had eigenlijk geen zin om te trainen en oefenwedstrijden. En met pijn en moeite heb ik hem toch kunnen overtuigen, moest luisteren. Dat komt wel goed. Ik denk dat jij gewoon naar Ajax gaat en de kans is het grootste als jij gewoon blijft komen. En het is lastig, ik begrijp jou wel. Ja, ik heb van begin af aan gezegd dat ik vooral geïnteresseerd ben in de uitkomst van de situatie. En dat ik alle energie steek in het team en niet in alle ontwikkeling rondom de zaak Suarez. Wij gunden hem natuurlijk de stap omhoog te maken. Alleen de manier waarop dat gebeurde was natuurlijk niet helemaal goed. Het was harde spel van beide kanten, denk ik, van FC Groningen en van Luis of van zijn zaakwaarnemers. Het is muy, muy difícil. Voy a ponerte en mi lugar. Mi situación es difícil estar. Tengo 20 años y por eso, pero sería un sueño jugar una Champions League, sería un sueño y a mí me encantaría, pero bueno, hay que esperar que a ver qué decide la comisión, ¿no? Maar ik weet nog wel dat Suarez aardig boos was en pissig was, want dat kon hij best wel zijn. Hey, niet praten, alsjeblieft. Begrijp me? Ja? Hey, niet. Suarez had geen rust en had geen tijd om te wachten. Want die denkt van als het afketst, dan dat vind ik niet leuk. Als je Zuid-Amerikanen een beetje kent, dan weet je dat hun gaan echt hun alles aan doen om weg te komen.
Een aangename verrassing op het sportcentrum van de KNVB gisteravond was de aanwezigheid van de hoofdrolspeler zelf. Nadat hij eerder op de dag aan Radio Noord te kennen had gegeven dat hij thuis zou blijven, bleek Suárez zich te hebben bedacht. Is dat hier? Ja. Direct na de zitting was Suárez nog niet bereikbaar voor commentaar. Louis, mag je wat vragen? Wat denk je ervan? Nee, ik begrijp me niet. Dus het... De arbitragezaak heeft Louis ook op alle fronten verloren. Ik vond het toch mooi dat, voor zover je in zo'n situatie van mooi kunt spreken, dat ook zeg maar, in die arbitragezaak gewoon werd bevestigd dat wij de zaakjes bij FC Groningen gewoon goed voor elkaar hadden. Maar er was toch wel iets geknakt, gebroken. Dat voelden wij ook wel aan. Toen hebben we gezegd, oké, dan gaan we door met het onderhandelen. Maar dan willen we wel dat Ajax uiteindelijk de prijs betaalt. En die wij dus willen hebben. Nou, dat was op dat moment was dat het bedrag, het was, ik weet het niet precies meer, maar ergens rond de 8 miljoen euro. Dat was toen voor ons een geweldig bedrag. En we hebben Luis Suárez ooit gekocht van 1.585.000. En het was, dacht ik, een jaar later dat hij vertrok naar Ajax voor 8 miljoen euro. Nou ja, gisteravond was ons de uitspraak bekend van de arbitragecommissie. Dat Suárez gehouden werd aan zijn contract. En vanmorgen heeft Ajax weer contact met ons gezocht. En dan heeft er toe geleid dat we eigenlijk de hele dag hebben onderhandeld met Ajax. Met het management van Suárez. We hebben tussen de middag nog met Suárez gesproken. En ja, eigenlijk 10 minuten geleden, geloof ik, waren we er definitief uit. Het was net of we de ene knop uitdrukten en de andere knop aandrukten. Want de dag nadat Luis vertrok, wisten wij Marcus Berg te presenteren bij Groningen. En dat was uiteindelijk ook een kwaliteitsspits. Ik weet nog heel goed, we waren op mijn kamer, op mijn kantoor aan het onderhandelen. Suárez Ajax. Eén kamer verderop, het kantoor van Henk Veldmaten. Dus we waren eigenlijk aan het schaken op meerdere borden tegelijk. Waren we met het Zweedse Kotenburg waren we aan het onderhandelen over de komst van Marcus Berg. En Louis ging dus voor 8 miljoen en we kochten toen Marcus Berg terug voor een bedrag van iets boven de 3 miljoen. Nou, dat was toen in die tijd een absoluut recordbedrag voor FC Groningen. Marcus Berg, Nefland er niet, Suárez verkocht. Nijland op de bank. Matthijs, stap, weer afgetroefd en het is 2-1 voor FC Groningen en het is weer Berg. Een kwartier naar rust komt Groningen op voorsprong in Amsterdam. Zijn grootste kwaliteit is scoren en als Marcus niet scoort, dan is hij bijvoorbeeld veel minder belangrijk voor de ploeg dan Erik Nefland die in dat gedeelte, als hij niet scoorde, dan deed hij nog zoveel en bij Marcus, ja, dat is gewoon, die loerde erop en dat was een geweldige, ja, topscorer. Nefland verlengt. Geen buitenspel van Marcus Berg. Die wint van Bahia en scoort. 3-2 voor Groningen. En Marcus Berg doet het weer. Marcus was natuurlijk totaal andere speler dan Luis. Luis ging vaak natuurlijk voor zijn eigen succes. En Marcus was natuurlijk heel, ja, heel introvert eigenlijk. En als je op het veld zag hem lopen, dacht je, nou, wat een dooie. Maar uiteindelijk, hij kon vanuit halve moment een doelpunt scoren. Het was gewoon op een gegeven moment aan de lopende band geworden dat hij op het juiste moment vertrok. Hij was niet bijzonder snel, maar hij was gewoon echt heel erg cool, koelbloedig. En dat maakte hem toch wel een voor Groningen een goede spits. Lovre, hakje is subtiel. Lindgren met links en het is 1-1! Het is 1-1 en de Euroborg staat op zijn kop. Mooi hoe Lindgren naar zijn publiek gaat. Ja, het was echt een super wedstrijd van onze kant. Ik denk dat wij absoluut de baas was op het veld. En we hebben gewoon uitstekend gespeeld. Ik denk richting de wintermaanden daar, november, december, ook januari na de winterstop. Dat waren onze beste maanden. En toen hadden we heel veel zelfvertrouwen in de ploeg, denk ik. Daar is Berg. Kan hij aannemen? Ja. Kan hij schieten? Ja. Kan hij scoren? Ja. Het is 2-1. Wat een mooie goal van Marcus Berg. Het staat 2-1. De ploeg had al een soort basis waar we gewoon heel sterk in waren. En vorig jaar bij Zwolle heb ik hetzelfde gehad. Qua persoonlijkheden hadden we volgens mij toen
een geweldige mix van... En er was heel veel voor elkaar over. En ik denk dat dat ook de kracht was van het team. Roger Stinnissen is FC Groningen supporter in hart en nieren. Hij maakte het seizoen 2007-2008 mee als voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. Waarom was FC Groningen thuis zo sterk? Nou, sowieso omdat we een goede spelersgroep hadden, zeg maar, een goed team. En daarnaast nog natuurlijk het publiek wat erachter stond. De Euroborst was nog niet zo heel lang open. Elke wedstrijd was uitverkocht, we waren ook heel lang ongeslagen natuurlijk. De wisselwerking tussen de spelersgroep en het publiek, dat zorgde er gewoon voor dat... wij gewoon onverslaanbaar waren in de Euroborg. Ik herinner nog dat wij, nou, vooral thuis, wij voelden ons zo sterk dat wij elke wedstrijd als wij aangingen, dat wisten wij, oké, dit wordt een hele leuke wedstrijd. En het gevoel van ons kan niks gebeuren hier, dat overheerst absoluut. Lovren, prachtige aanval van Groningen. Prachtige aanval van Groningen. En Goran Lovren scoort. Het is 1-0. En de treffer... is van een grote schoonheid. Een bepaalde vastigheid is een continuïteit. Dat is zeker een kracht van ons. Ja, zullen we nog even naar de stand kijken? En ik geloof dat de stand er nog even opkomt. De stand Groningen dan op de vierde plaats. Ik denk met misschien nog een extra aankoop erbij... hadden we gewoon meegestreden om de landstitel. Want we speelden gewoon echt fantastisch voetbal. Goede resultaten. En bepalen een aantal spelers om toch maar elders te gaan voetballen. Ja, en toen begon het verhaal Bruno Silva. Het was een van de beide kerstdagen, ik kan me dat nog goed herinneren. Dat ik gebeld werd door Martin Vergeel, dat was toen de technische manager of technische directeur van Ajax. En die belde me, en het ging ook alweer niet zo plezierig met een mededeling. Wij halen Bruno Silva bij jullie vandaan. Ik zei, nou Martin, dat kun je helemaal vergeten, want wat je net zelf al zegt, we staan er hartstikke goed op. En als wij ooit kampioen van Nederland kunnen worden, althans in ieder geval heel lang mee kunnen doen, dan is het dit seizoen. Ja, en ook wat ik al net over Luis zei, de radertjes ook bij Bruno gingen sneller draaien toen Ajax kwam. We waren er allemaal van overtuigd, Ron Jans, Henk Veldmaten, Erik Mulder, mijn persoontje, niet verkopen. Financieel was het ook niet echt nodig op dat moment. Alleen wat gebeurde er? En dat had niemand kunnen bedenken. Bruno Silva die ging in staking. En die radertjes waren niet meer te stoppen. Zo op het oog was het vanmorgen een training zoals alle anderen van FC Groningen. Maar wie goed rondkeek, zag dat Bruno Silva wel degelijk ontbrak. Ja, hij heeft gisteren aangegeven dat hij moeite had om zijn werk weer op te pakken. Moeite had om weer te gaan trainen. Gistermiddag heeft hij nog vrij afgekregen, maar hij behoorde vanmorgen aanwezig te zijn. Dat is niet het geval. Dat leidde weer toe dat ik elke dag 2 dagen met hem om de tafel zat om hem toch die kant op te krijgen. Maar wat uiteindelijk niet lukte. Bruno, quieres hablar? ¿Por qué no? Hij liet telefonisch wel weten dat hij niet langer voor Groningen kan spelen. Hij is met zijn hoofd te veel bezig met een eventuele overgang naar Ajax. Silva wordt daarin gesteund door zaakwaarnemer Van Genkel. Die zegt dat Silva emotioneel niet meer in staat is om te spelen. Ik heb met Bruno toen gesproken en ik heb gezegd, jij moet toch trainen, want we hebben jou A nodig en twee, je hebt een contractverplichting. Hè? Nee, en daarna ging hij dan trainen in zijn eentje en dat wilde hij dan ook wel. Maar dan moesten we uit naar Twente en we hadden geen rechtsback. En heeft Martijn Meerdink zichzelf opgeofferd om rechtsback te spelen. Die wedstrijd stond helemaal in het teken eigenlijk van... Het ging zo goed en nou allemaal improviseren en was wel al een voorbode dat we gewoon minder punten haalden na de winterstop. Huibach is ook langs Meerdink alsof hij er niet staat. Nou, nu rustig blijven worden kan wel 3-1. Ja, nu dan eindelijk wel. Huibach mocht doorlopen en dan is het uiteindelijk voor Koevo niet zo moeilijk meer. Ik heb ook nog tegen Bruno, ga nu gewoon trainen. Maar ja. Je hebt dan weer zo'n zaakwaarnemer die misschien zegt van je moet het zo doen. En ja, je weet natuurlijk niet wat voor mensen er nog omheen zitten die zich daarmee bemoeien. Als Nederlanders, hoe wij opgroeien, denken, onze cultuur, kunnen we ons heel moeilijk verplaatsen in van die jongens. Want als Bruno naar Ajax gaat, wordt hij weer international. Dat is ook weer gebeurd. Dan heeft hij het voor de mensen thuis, heeft hij het
gemaakt. Financieel kan hij zijn familie, daar kan hij nog veel meer voor doen dan, nou dat niet slecht bij ons denk ik. Maar dan doen ze er alles aan om dat doel te bereiken. Net zoals, want Bruno was niet altijd een trainingsbeest, soms wel, soms niet. Maar in de wedstrijd, dat zijn echte winnaars zijn dat. Hè. Doen er alles voor, zeker in de thuiswedstrijden, dan piep piep en dan ging hij weer. En, die had zijn zinnen erop gezet. En ja, eigenlijk, ik weet niet, als je nu aan Bruno vraagt van, had je het nu anders gedaan? Wanneer we er dan over spraken, had hij toch ook wel een beetje spijt van dat het op die manier was gegaan. Omdat hij veel te danken heeft aan Groningen. En omdat hij eigenlijk niet wilde om te vuur en te zwaard zijn gelijk te halen. Maar ja, de drang, de ambitie om een stap verder te gaan was eigenlijk groter. En liet hem dingen doen waarvan hij later dacht, nou, dat was niet zo netjes eigenlijk. Ik weet nog heel goed dat Ron Jans, nou, ergens eind januari was het al, bij mij en bij Henk Veldmaten kwam. En toen ook aangaf van, ja jongens, maar de verhoudingen zijn nu zo verstoord, hè, door de speler die gaat staken. Ja, dit komt niet meer goed. Toen hebben wij op enig moment ook gezegd van, nou moeten we zorgen dat we die transfer door laten gaan, maar dat we voor Groningen ook het maximale eruit halen. We zijn toen gaan zitten, Erik Mulder en mijn persoontje. Ik weet het nog precies, van de Valk Hotel in Emmeloord op een donderdagavond om 5:00. En we hebben gezegd, ja, nou ja, wat er ook gebeurt, ze betalen het bedrag wat wij willen hebben. En dat was rond de 4 miljoen euro. Nou, ongelooflijk veel geld voor een rechtervleugelverdediger. En we hebben ze niet alleen die 4 miljoen euro toe laten betalen, Erik en mijn persoontje. Maar we hebben ze ook de uitsmijters en de glaasjes wijn die we daar genuttigd hebben, hebben we toen ook laten betalen door Ajax. En we gingen ook niet echt op een plezierige manier uit elkaar. Bruno Silva vertrekt per direct naar Ajax. Ja, dan toch maar door de knieën. Ja, het is absoluut een transfer met toch een smetje erop. Waar we zeker niet blij mee zijn. Zeker niet zoals het gegaan is. Die maand, riep jij ook, en daar werd heel vaak om aangesproken, gaat niemand weg. Nee, dat heb ik toen inderdaad vlak voor de kerst gezegd, omdat we er zo fantastisch voor stonden. En financieel was de noodzaak niet aanwezig om spelers te verkopen. Maar ja, en ik heb dat toen inderdaad gezegd. Ik was er ook van overtuigd dat we niemand zouden laten vertrekken. Alleen, ja, dan gaat een speler in staking. En ja, daar had werkelijk niemand durven en kunnen bedenken. Alleen, de consequentie was groot. En ik weet nog goed waar je naar toe wil. En vervolgens meldde Ajax zich ook nog eens voor Lindgren. Nou, die had een gelimiteerde transfersom, dus er was geen houden aan. Ik hoorde denk ik in de winterstop dat Ajax een beetje interesse in mij had. Alleen hadden zij nog Maduro die op het punt stond om te vertrekken. En toen hij uiteindelijk vertrok naar Valencia, dan kwam Ajax bij mij terecht. Ja, en Ajax legde gewoon het geld op tafel wat in het contract stond, 2,5 miljoen. En dat werd op tafel gelegd, ja, en Rasmus wilde terug naar Ajax. En hij ging terug naar Ajax. Ja, dat is natuurlijk een grote kans voor een voetballer, hogerop. Ik heb me prima ontwikkeld in Groningen en dat was een hele goede stap voor mij. En nu denk ik dat ik klaar voor ben, maar dat moet ik natuurlijk laten zien. En, ik ga alles, ik ga de concurrentie aan en alles aan doen om te spelen. Van der Laak, Nevland, Nevland! Oh ja, 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 ja! Hij zit erin! Prachtige goal van Nevland! Oh, jawel, er staat voor! Groningen op 1-0. Wat een goal! Dat is Nevland! En dan weet ik wel dat Erik Nevland vroeg van trainer, kan ik u even spreken? Met de tranen in zijn ogen zei hij van, ik ben er begonnen en ik heb eigenlijk nog maar één droom. En dat is de Premier League. En ik kan erheen en ik wil erheen. Het is toch de Premier League, zo. Het is wel leuk. Ja, kun je uitleggen wat dat precies met je doet? Nee, je begint te denken natuurlijk. Wat moet ik doen? En daar staat het eigenlijk. Er is nog niks concreet, zo. Ik kan er weinig over kwijt. En wij willen, misschien niet zo wat Hans Nijdel heeft gezegd, zoals in het begin van wij laten niemand vertrekken. Maar wij willen heel graag de boel bij elkaar houden. En ik zie wel waar het op uitloopt, want soms gaan dingen niet zoals je graag wilt. Wij werden ook meteen benaderd door Fulham en die deden een bieding waarvan wij zeiden van nou, dat is absoluut niet wat wij in gedachten hebben. Wij vinden Erik veel meer waard en Erik was ook veel meer waard.
Dat was een bieding van rond 1 miljoen euro. En dat vonden wij gewoon erg, veel te weinig. Nou, Fulham reageerde vervolgens ook nergens op. We hadden gevraagd, doe een nieuw bord. Dan kunnen we misschien nog een keer met elkaar aan de tafel. Maar dat deden ze niet. Aan het einde van de week kwam Erik bij ons of wij toch alsjeblieft op zijn verzoek nog een keer met Fulham in gesprek wilden. Fulham was bereid om naar Nederland te komen, naar Schiphol. We waren toen in een privévliegtuigje van Piet Scholtes, dat is nog een leuk verhaal. Waren we van Eelde naar Amsterdam gevlogen en het was noodweer, dat ding klappend in de lucht. Nou, je weet, ik heb een geweldige vliegangst. Dan zit je daar in zo'n dingetje van zo'n vierpersoons vliegtuigje. En dat moest allemaal even heel snel, files ontwijken en dan stap je in zo'n ding. Ik kan je zeggen, ik kan het zweet niet tot onder aan de oksels, maar tot aan de enkels zo ongeveer. En je hebt alles voor je club over. Dat gesprek met Fulham heeft 5 minuten geduurd. Nou, er kwam ietsje bij de bieding die ze gedaan hadden, maar dat schoot niet op. En dat kwam niet in de richting wat wij voor ogen hadden. Tot laat zondagavond was ik zeker dat ik hier zou blijven. En, maar dan is het snel gebeurd. Zondagavond na de wedstrijd die wij speelden tegen Feyenoord, belde Erik mij op dat hij ook zelf bereid was nog wat mee te denken in de transfer. Hij had nog recht op bepaalde zaken waar hij van af wilde zien. Aanvankelijk hadden wij gezegd, lager dan 2,5 miljoen mag hij niet weg. Fulham was bereid max 2 miljoen op tafel te leggen. Dus Erik heeft zelf ook nog een stukje bij moeten betalen om deze transfer te realiseren. Nou, dat zorgde er uiteindelijk voor dat het wel rond is gekomen. Nogmaals, dat is nooit een prettige gedachte. Want een deal moet tussen clubs plaatsvinden. Als een club echt een speler echt verschrikkelijk graag wil hebben, ja, dan zul je toch moeten betalen wat de verkopende partij daarvoor wil hebben. En anders moet je er beneden liggen en dan moet de deal gewoon geen deal worden. Zo simpel is het. Maar goed, Erik wou zo graag en heeft uiteindelijk besloten om dit op deze manier te doen. Erik, jij bent voor ons ongelooflijk belangrijk voor deze lijst. Je bent een supertrof en een fantastisch mens. Bedankt. Voor alles wat jij voor ons hebt gedaan en heel veel succes bij Fulham. Ondanks de grote leegloop bij FC Groningen was de trainer opvallend vrolijk tijdens de training. Wij kunnen nog steeds proberen om vervangers te halen, maar we gaan geen paniek aankopen doen. Maar je moet dan het beste uit de situatie halen zoals die is. En dan zie ik ook genoeg positieve dingen. Hoewel, ja, ik vind het ook niet leuk. Maar dan ga je toch niet chagrijnig worden en de boete opgeven. Je weet nou niet van wat was er gebeurd als. Maar ja, dat telt niet, hè? Ik ben er echt van overtuigd dat ze ooit een kans hadden gehad. Omkampje, ik zeg niet dat het waren geworden, dat weet je niet. Maar dit waren wel spelers van de buitencategorie waar ik het nu over heb. Ik denk dat die jongens gewoon zijn gekocht om Groningen zwakker te maken, denk ik. Ja, denk je dat echt? Ja, denk het wel, ja. Want we hebben toen een fantastisch elftal, laten we eerlijk zijn. Als dat bij elkaar gebleven was, waren ze zeker bij eerst drie gekomen. Zo, kom maar. Wiebe Buist is FC Groningen fan vanaf het prille begin. En hij is de man achter het opmerkelijke spandoek achter het doel op de onderste ring van de Tony van Leeuwen tribune. In het Oosterpark heb ik een paar jaar de seizoenkaart gehad. En daarvoor ging ik iedere keer los. Maar van heel vroeg, voor mij met GVV was ik volgens mij al af en toe wel eens een keer. Dus, al heel lang. Ik denk dat ik de seizoenkaart heb ongeveer 20 jaar. Ik weet dat ik de eerste keer in de Euroborg kwam, ik denk, jongen, wat is dat mooi. Alle groene stoeltjes. En ik kreeg, eerlijk waar, er waren veel meer met mij. Ik kreeg gewoon tranen in de ogen. Zo mooi vond ik het. Echt, de eerste keer was ongelooflijk. En nog steeds, ik vind het nog steeds mooi. Een heel mooi stadion. Vooral in de eerste 2-3 jaar was het heel veel sfeer. Als het hele publiek achterkomt, dan is het net of je in een flow leeft. En daar staat dan waarschijnlijk over naar de spelers. En met Vitesse, die hele mooie wedstrijd. Die won worden met 5-4 of zo, geloof ik, met Suarez erbij. Dat is grandioos. Lovren wil hem hebben. Sanko kiest voor de diepe bal richting Nefland. Suarez. Ja! Hoe is het mogelijk? Vitesse knock-out door een geweldige krachtsinspanning van FC Groningen.
En dan krijg je een bepaalde klap natuurlijk, dat je een paar wedstrijden wat minder presteert, minder speelt. En ja, natuurlijk, dan gaat iedereen een beetje mopperen. Volgens mij heb ik ook met supporters gesproken een paar keer. En die waren al een beetje gewend aan mooie voetbal en vooral resultaat. Soleimani, op links is ruimte voor Henrique. Voor is Simon, voor is ook Soleimani, die wijst, krijgt hem ook nu. Maar daar is ook Van Loo, daar is ook de treffer. Wat is hij vrij? Hij is zeer vrij van Soleimani. Dan breekt uiteindelijk Heerenveen toch de score open. Het is sneu voor Groningen dat geknokt heeft. Dat veel mensen moest missen en het uiteindelijk toch moest bekopen met een nederlaag hier in de Euroborg. Anja Otto is verslaggever bij de regionale omroep RTV Noord. Vanaf eind 2007 volgt zij de activiteiten van de Groningen Fanatics voor een documentaire. Ja, ik volgde de Groningen Fanatics al vanaf november. Ze vierden hun vijfjarig bestaan volgens mij ergens in maart 2008. Dus vanaf november tot ongeveer maart, na die ontzettend grote sfeeractie van ze. Ja, eigenlijk was ik klaar met de opnames van de documentaire. En het zou ergens in de zomermaanden zou het bij RTV Noord uitgezonden gaan worden. Groningen Fanatics was destijds onderdeel van de sportsvereniging FC Groningen. En de Groningen Fanatics eigenlijk een beetje autonoom, was altijd autonoom binnen de vereniging. Wij gaven zeg maar gewoon financiële middelen van, nou ja, hè, dit is jullie budget, daarmee moet je het doen. Als je meer geld wil hebben, dan zul je dat op een andere manier binnen moeten halen. En ja, de sfeeracties, dat organiseerden zij altijd. Van de inhoud van de sfeeracties wist ik ook nooit wat vanaf. Dat hielden ze ook altijd intern, dat bespraken ze altijd wel met FC Groningen. Want ja, FC Groningen moet natuurlijk weten wat er op hun tribune gebeurt natuurlijk, want zij zijn natuurlijk gastgever. Die jongens die doen echt zo mooi werk en achter de naaimachines, weet je, al die doeken maken. En dat moeders die deden het eerst voor ze, maar toen zeiden de moeders ook van jongens, jullie krijgen een naaicursus, jullie doen het maar zelf. Dus ja, je ziet hele stoere jongens achter de naaimachine, dat vind ik mooi. Hij naait wel vet hier. Hoeveel banen moeten er in totaal? 7 keer 19 banen. Hoeveel u? Ik denk een avondje of 6. Je stelt jezelf een bepaald doel. En dat is dat je een zo sfeervol mogelijk stadion wil hebben. En acties zijn er eigenlijk maar een heel klein deel van. Want het grootste deel is gewoon tijdens de wedstrijd vol achter de ploeg staan. En proberen in elk geval heel Noord mee te krijgen. Marcus Berg maakt mogelijk toch deel uit van de selectie van FC Groningen tegen Ajax. Morgen wordt gekeken of hij fit genoeg is om te spelen. Het wordt zondag in de Euroborg een weerzien met een aantal spelers die het afgelopen jaar bij Groningen vertrokken. Goedemorgen heren, welkom bij Ajax. Tu viste contacto con alguien de FC Groningen? No, no tuve contacto con nadie por ahora, no. Hablaré con el entrenador para desearle mucha suerte, no. Todavía tienes contacto con alguien? Con Levchenko he oído? Sí, sí, con Levchenko, con Koen van der Laak, con Luciano todos los días, con el entrenador, con Raymond Libres, con Henk Hagenau, con Minko, que hace la sopa. Con mucha gente tengo contacto en Groningen. Y buen contacto. Sí, muy bien, con muy buen contacto. Muy buen contacto. Twee van onze goede spelers ja, weggekaapt worden door Ajax. Dus er was wrok. Ik herinner nog dat wij... dat wij het doorkregen, ja, dat wordt een hele moeilijke wedstrijd, omdat die spelers verkocht worden. Overigens vind ik dat meer dan normaal, dat spelers worden weggehaald door een betere club. Wat verwacht je eigenlijk van de sfeer, ten aanzien van jou, zeg maar? Nou ja, ik ben zelf wel dat het gevoelig ligt, natuurlijk. Zo. Ik ben wel ingesteld op dat de mensen niet blij zijn daar, maar ja, daar moet je mee leven. Natuurlijk wist iedereen dat het een beladen wedstrijd zou worden, omdat... drie spelers bij Ajax waren die van Groningen kwamen. Ik wist dat de supporters niet blij waren. Er werden 110% anti-Ajax t-shirts gedrukt door de Z-site. Die werden voor een prikkie uitgedeeld.
Fuck Ajax en 110% anti-Amsterdam. Dat staat op een t-shirt dat mateloos populair is bij de supporters van FC Groningen. Het shirt is een ideetje van de Z-Site, een groep fanatieke FC Groningen supporters. Gemaakt uit woede over de kooplust van de Amsterdammers. In korte tijd verkasten Luis Suarez, Rasmus Lindgren en Bruno Silva naar de Amsterdamse club. Die overstap van die drie gasten daarheen, nou, dat weegt toch wel mee. De woede is groot. Nou, woede wil ik het niet noemen. Het is gewoon ja, teleurstelling. Weet je wel, dat doe je niet. Weet je wel, dat doe je niet. En hun doen het wel. En het gaat puur om de pepernoot, weet je wel. Het is gewoon geld. Ik hou wel van rivaliteit. Dat er strijd is en rivaliteit is en spanning is, dat hoort er ook altijd bij. Maar ik hou niet van gewoon ordinair en gewoon negatief en agressief gewoon gedrag. Dus ik vind dat gewoon te ver gaan. Dus we hebben ook geprobeerd, maar dat is heel moeilijk hoor, om de drukte toch wat van af te halen. Maar nou ja, dat leefde toen wel hè, bij supporters. En die denken, daar komt dat arrogante Ajax met dat vele geld die onze spelers heeft afgepakt. Dus de stemming was erg gespannen en explosief. Ja, dan moet je met z'n allen extra alert zijn en extra scherp zijn. En ik had het idee dat men zich toch wat op de verkeerde dingen richtte. Want ja, ik weet ook wel dat de politie enzovoort wel in die dagen daarvoor wel degelijk een supportersgroep in de gaten heeft gehouden. Veel heeft gevolgd toen ook al op sociale media wat er al aan beweging was enzovoort. En mijn zoon die was een beetje bij de Fanatics, die hielp ook altijd mee. En dus ik wist eigenlijk precies wat er zou gebeuren. En er waren een paar karren vol met wc-papier besteld. En daar zouden we dan een smeerbende van maken. Of een scheid aan Ajax. Zo kwam het eigenlijk over bij ons. En dat was de bedoeling. Ja, ik wist niet dat er toiletrollen naar beneden zouden komen. Maar ja, hetzelfde in het verleden als we wel eens vaker gedaan. Maar voor mij is een sfeeractie gewoon een sfeeractie. En als zij gewoon afspraken met FC Groningen en eventueel andere instanties maken. Ze bespreken alles en alles is gewoon goed geregeld. Dan is het wat mij betreft prima. Voor de acties, hè, door de Fanatics met de wc-rollen, daar waren wij helemaal van op de hoogte. Dat was keurig netjes met ons overlegd. Een nieuwe telefoon van RTV Noord gekregen, de Nokia 95. We hadden hem volgens mij net een week. En op zaterdagavond heb ik hem uit de box gehaald, gebruiksaanwijzing helemaal doorgenomen. Want het vermoeden was, de wedstrijd gaat stilgelegd worden door spreekkoren. Dat was het vermoeden. Eigenlijk met die opdracht dacht ik, mijn mobiel moet goed geïnstalleerd zijn. Genoeg voldoende ruimte om op te nemen. Normaal is het 10 seconden, maar ik dacht, dan kun je verstellen tot een uur. Ik denk, nou, een uur opnames, dat moet goed genoeg zijn. Dichter bij de harde kern gaan staan om die spreekkoren goed en duidelijk voor RTV Noord vast te kunnen leggen. In aanloop naar de wedstrijd was er eigenlijk al een soort staat van paraatheid gecreëerd. We konden met de bus van de spelers konden we niet op een normale manier bij het stadion komen. Politie, escorten, er waren ook voor supporters natuurlijk waren hele speciale maatregelen genomen. Ja, toen kwamen we in het stadion en toen zien we overal van die aanplakbiljetten, van die kleine aanplakbiljetjes van de Fanatics. Van vandaag zal de Noordcurve ontaarden in totale chaos. Je voelde dat het zinderde, dat er iets aan het gebeuren was. Toen wij ook op een stoel kwamen te zitten, toen, nou, het was geweldig natuurlijk. En, nou, we hadden allemaal wc-rollen, allemaal uitgerold, dat we op veld konden gooien. Ik weet niet of je ons beelden hebt gezien van clubs in Zuid-Amerika, Boca Juniors en River Plate en dat soort ploegen. Ja, dan zie je ook regelmatig toiletrollen en nog veel meer gaan, zeg maar. Ja, en als je dan kijkt hoeveel lawaai en hoeveel sfeer er rondom zo'n wedstrijd hangt, ja, dan heb je als thuisploeg eigenlijk al gewonnen op dat moment. De verwachting zinderde over de tribunes. De Groningers waren er absoluut helemaal klaar voor om ons, Ajaxiden uit Amsterdam, warm te onthalen. Er was meer dan normale verwachting en meer dan normale spanning. Wij zijn op tijd naar de wedstrijd gegaan. Ja, om lekker vooraan te kunnen staan, lekker dicht bij de harde kern, met het oog op de spreekkoren, dat ik denk, nou, dat pak ik dan een beetje sneaky mooi mee. Ja.
En in het begin was het nog heel grappig, want ja, weet je, net zo, kwartier, 20 minuten voor de wedstrijd. En je ziet wel kleine, smeulende restjes. Maar ja, we hebben ons lied ook, hè? De groene hel, die staat in brand. Eentje die heeft een sigaretpeuk eroverheen en het vat een beetje vlam. En ik heb toen heel hard geroepen van, jongen, erbij. Ja, ik dacht even dat er rookmachines waren, zeg maar. Ik had niet het idee dat er wat in de brand stond. Omdat we ook wel eens in het verleden rookmachines hadden in het stadion. Hier stond ik. Hier zo. Ja, ik weet nog precies, als de dag van gisteren. 13 april 2008, als de dag van gisteren. Ja, stond ik even, ik stond even te kijken, ik denk, wat gebeurt er allemaal? En toen gingen ze inderdaad, die mensen allemaal een beetje omhoog allemaal, hoor, van die onderste vak en zo. Dat liep al een beetje weg. In eerste instantie denk ik van, nou ja, dat komt wel goed. Dat loopt niet uit de hand. En we kwamen het veld op, en toen werd het steeds erger. Dan neem ik nog steeds de KNVB kwalijk. Dat zij de spelers op het veld lieten komen en dat de tune ging. Wij stonden met Braamhaar handjes te schudden. En ik dacht, nou, we gaan zo meteen even knallen. Op het moment dat beide ploegen zich op het veld presenteren, laait er vuur op achter het doel dat links van de eretribune ligt. Daar ligt een berg van de tribune geworpen wc-papier te wachten op ontbranding. En het lukt. Vuur en rook. Paniek op de tribune, waar mensen trachten te ontsnappen aan het schrikbeeld van de brand. Dus ontstaan was wat smeulende vuurtjes voor het veld. En dat wordt aangeharkt. Nou, dan heb je nog meer papier op één bult, dus dat wil sneller branden. De sprinklerinstallatie deed het niet. Er was dus geen waterdruk, bleek achteraf. Er stonden iets van 3-4 emmertjes. Volgens mij liep er nog een kabel waar allemaal toiletpapier overheen lag en dat brandde. En... Een aantal mensen die denken, oh, onze kabel die gaat in de fik. Dat moet niet, we moeten de wedstrijd nog filmen. Dus die kabel wordt binnengehaald. Waardoor er weer wat lucht onder de toiletrollen kwam. En... Er komt een windvlaag onder. Ja, en toen kwam al dat wc-papier in die tribune, ja, en toen ontstond de chaos al snel. Dan is er een moment waarop je opeens denkt van, ik ben geen toeschouwer meer, maar ik ben de burgemeester van Groningen. Ik moet als de donder zorgen dat ik de politie en het Openbaar Ministerie bij elkaar heb, want dat hoort zo. Op het moment dat er crisis is, dan heb je een kleine crisisstaf en dan, nou ja, dan ontrolt zich dat schema. Mijn broek vatte vlam en mijn spandoek. En mijn kinderen achter mij die vlogen weg, de rook in. Ik was helemaal van de kaart. Ik denk, wat moet ik nou? Dus hou vuur allemaal weg. En het spandoek weg en de donderdag een keer over zijn stoel heen. Ik kon niet wegkomen. Nee, je denkt, dan maar het stadion verbod. Ik denk, dan maar het hek over. Ben ik het hek overgeklommen. Ik zag op een gegeven moment mensen overeen springen, dus daar schrok je heel erg van. En op een gegeven moment besloot ik mezelf heel snel naar binnen te gaan, want dat is heel raar. En daarna heb ik mensen gesproken die waren verbrand, nou dat is heel raar. Hoe je dat went of keert, probeer je als voetballer een beetje volledig te concentreren op voetbalwedstrijd. En op een gegeven moment zie je mensen naar jou toe rennen en schreeuwen en iedereen gaat kijken. En ziet dat het de hele stuk gaat in brand. Je ziet rook, je ziet mensen omhoog rennen, je ziet mensen over de hekken springen. En op een gegeven moment ging ik naartoe en ik zag een persoon met een verbrande hand naar mij toe rennen. En dat was, toen realiseerde ik dat het gewoon absoluut niet goed was. Ik wist helemaal niet wat ik was. En met mijn kinderen, ik dacht, oh, waar zijn ze, ik zie ze niet. En toen kwam Levchenko, de vergeten Noorweer, die kwam naar me toe. Hij zei, waar zijn je kinderen? Ik zei, ik weet het echt niet. En die heeft naar iemand gebeld en die had ze gezien lopen. En toen, op dat moment werd ik rustig. Nog steeds ben ik Levchenko heel erg dankbaar voor, echt waar. Dus ik heb het heel erg benauwd gehad. En dat is de enige keer in mijn leven dat ik crisisberaad op de gang heb gehad. Want er was geen plekje om even rustig te gaan zitten. We hebben dus op de gang met ons drieën, de politie, Openbaar Ministerie en ik, gezegd van ja, nou ja, dat moet stoppen. Moet er ruimte komen. Ja, dan ontrolt zich dat en dan is het heel fijn dat zowel aan de kant van de club
als aan de kant van de politie natuurlijk een heleboel mensen gewoon hun best doen om dat nog een beetje te laten landen. Ik ben naar beneden gerend in de catacombe en ik ben ook als een waanzinnige ben ik het veld over gerend. Weet je echt heel goed, je wil mensen proberen te helpen, maar van gekkigheid weet je eigenlijk niet wat je moet doen. Ik was heel snel de angsthaas hoor, Arjen, angsthaas. Maar ik was inderdaad heel snel, nou hier was dat doek zo, dus ik moest eerst onder dat doek vandaan. En nou ja, daar heb je dan de herenwc, die kom je als eerst tegen, want de dames zitten volgens mij daar. Nou, ik denk, hupskate, ik ben veilig. En toen stond ik daar in de wc, toen dacht ik, wat doe ik hier? En uiteindelijk, nou, richting uitgang, toen dacht ik, hé, muts, je bent alles aan het filmen. En het moment suprem zou je als angsthaasje buiten staan, terug jij. Toen ben ik weer teruggegaan. Toen heb ik de rest gefilmd. Ik had eigenlijk direct in de gaten dat er iets mis was, al toen ze daar bezig waren met dat papier en dat verzamelen en de brand erin kwam. Dus ik ben eigenlijk vanaf de andere kant van het stadion ben ik onmiddellijk naar de plek des onheils gerend. Binnen door, een aantal stewards liep mij netjes door enzovoort. Ja, en ik had toch wel in de gaten dat het daar goed misging. Dus wat dat betreft stond ik er eigenlijk vrij snel bovenop. En ja, kon ik ook vrij snel verslag doen bij ons in de radio-uitzending. Want ik was er eigenlijk onmiddellijk bij toen het gebeurde. Dus ja, je zag het ook gewoon gebeuren. Verslaggever Goos de Boer is nu buiten de Euroborg. Goos, daar is inmiddels ook de traumahelikopter geland. Weet jij wat die komt doen? Ja, ik sta er vlakbij. Ik moet zeggen, hij staat heel rustig. Dus ik heb niet het idee dat hij echt in actie komt. Wat ik wel merk is dat er meer ambulances naar het stadion zijn gegaan. Ik zag er net nog 3 aankomen. En wat nu eigenlijk ook gebeurt aan de kant van de A7 van het stadion, dat er meer ME aankomt. Dus dat zou kunnen betekenen dat er toch nog wordt uitgegaan van een confrontatie aan die kant van het stadion. En als je dan kijkt rond het stadion, dan zie je hier en daar ambulances. En ik heb ook een aantal mensen op de grond zien liggen, verpakt in het zilver. Dus ja, dat betekent eigenlijk dat ze, je kunt niet zeggen hoe zwaar, maar dat ze toch wel redelijk gewond zijn. Ik heb inmiddels ook kunnen zien dat een aantal mensen richting ziekenhuis is gegaan. Ik was officier van dienst van de brandweer. Ik was net met mijn gezin de hond aan het uitlaten bij de Kanningenbult. En ik had de auto beneden staan en toen kwam de melding brand Euroborg. Dus ik ben heel snel naar beneden gerend, pak aangedaan en naar de Euroborg gegaan. Een grote rookpluim trof ik aan boven het stadion. Dus, en de berichten waren al dat er meerdere gewonden waren. Branden op de tribune. De eerste bevelvoerder, dus de eerste brandweereenheid die ter plekke was, die had al opgeschaald een grote brand. Nou, als een bevelvoerder dat bij aankomst bij een incident al doet, zegt hey, grote brand, dus 3 blusvoertuigen moeten daarheen. Dan heb ik in ieder geval goed in beeld dat er ook wel sprake is van een groot incident. Veel mensen in het stadion, wedstrijd die op beginnen staat. Dus ja, de spanning was hoog. Je moet je voorstellen, mensen die gaan naar buiten. Er zit heel veel rook in het stadion. Dus mensen die dringen naar buiten toe, want die hebben last van de rook, prikkelende ogen. En dan moet de brandweer volbepakt, ademlucht op de rug, slangen mee. Ja, die moet naar binnen, tussen al die mensenmassa. En ja, als je dan de paniek van de mensen ziet die naar buiten gaan, dan wordt het heftig. Rook is voor iedereen gevaarlijk. Hè? Niet voor niks gaan wij een woning naar binnen met ademlucht. Dus onze boodschap is altijd blijf uit de rook. Iedere rook is daarin giftig. Ja, en de rook die bleef daar hangen. Dus het was zeker een vervelende en ook wel gevaarlijke situatie. Zo is het massief en duurde het heel lang voordat het gaat branden. Maar wat je vooral in de wedstrijd zag, dat men het op deze manier gewoon weggooide. En dan heb je hele lange linten aan hele dunne brandbare materialen die gewoon heel snel gaan branden met heel veel zuurstof ertussen. Ja, dat gaat in één keer heel snel bewegen. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is toen de tijd.
dan een heleboel en een grote bult. Maar de effecten die staan in beeld. Dus daar zijn we allemaal getuigen van geweest. Maar dan kunnen we zo al even kijken hoe dat gaat. Dat is het effect van een klein stukje wc-papier. Moet je voorstellen dat een paar honderd rollen in één keer tegelijk op een bult liggen. Nou, als je die hoeveelheid ook over stoeltjes heen hebt, dan heb je behoorlijke temperatuur. Dan heb je gewoon ook over die stoeltjes heen. Op de duur gaan die stoeltjes gaan gewoon verweken en uitgassen en dat gaat op de duur ook branden. Uiteindelijk als de temperatuur maar hoog genoeg is en lang genoeg de brand is, dan hou je dat niet tegen. Nee. Als die wc-rollen er niet waren geweest, was die brand niet in deze grootte geweest. De stoeltjes zouden in principe brandveilig moeten zijn. Ja, en daar zijn ook vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid ook diverse testen gedaan. De stoeltjes voldeden aan de norm. Maar ja, op de duur, als je te lang te veel brand toevoegt aan een object, dan gaat het sowieso branden. En hier ook de stoeltjes. Hans Nijland, directeur van FC Groningen. Eerste reactie op hetgene wat allemaal gebeurd is? Afschuwelijk. Het past niet bij FC Groningen. Dit hoort niet thuis in een voetbalstadion. En dit is hartstikke slecht. Hè. We hebben hier in die jaren in Euroborg hebben we met elkaar hard gewerkt aan een goed imago. Altijd positieve sfeer, of in zijn algemeen een positieve sfeer op de tribunes. Hè, supporters die achter de club staan. Ja, en ja, ik ben eerlijk gezegd, dat ben ik niet gauw, maar sprakeloos, ja. Als directie wil je kalmte uitstralen, maar dat is mij ook niet gelukt, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik was ook redelijk in paniek. Je maakt je enorme zorgen om de gezondheid van onze supporters. De brandende stoeltjes met name, die zorgden voor een vrij dikke, vieze rook. En ja, die trok ook in de catacomben. In de catacomben, daar was ook... Ja, het was een rookgebied, nevelig. Ik weet nog, wij zaten binnen in de kleedkamer en je rookt natuurlijk dat het gewoon ja, zo'n vieze geur van verbrande plastic binnendrong. Ja, benauwde lucht en moeilijk ademen. Het was wel heel duidelijk dat er niet één iemand was die, die durfde te zeggen van we gaan door of van we stoppen ermee. En bij trainers hebben we toen wel gezegd van het lijkt ons zeer onverstandig om de wedstrijd nog te hervatten. Want nou, ook heel veel spelers hadden ook rook in de luchtwegen gekregen. En ja, er was al zoveel gebeurd en zoveel angst en schrik. Dat was gewoon niet verstandig. Je moet afwegen, dat is een hele lastige afweging, of de boosheid of teleurstelling van supporters als je stopt risicovoller is dan wanneer je door laat spelen. Dat is echt een hele lastige inschatting. Aan de andere kant van de tribunes enzovoort, mensen die er wat verder vanaf zaten, die hadden zoiets van ja, ga toch voetballen enzovoort, dat riepen ze geloof ik ook wel. Maar onder die omstandigheden moet je gewoon stoppen met die wedstrijd. Net doen alsof er niks aan de hand is, dat kan niet. Bovendien wisten we op dat moment niet zeker hoe groot het probleem was. Daar had ook iemand een ernstig letsel kunnen hebben. En dan ga je niet doorspelen. Tezamen met Jacques Wallaag heb ik toen ook gebeld met Henk Kessler. Die was toen directeur van de KNVB. En op aanraden van Jacques Wallaag hebben we een verzoek neergelegd bij de KNVB. En dat was een hele sterke om direct diezelfde woensdag die wedstrijd over te spelen. Maar wel met de garantie dat alle schade die er was in het roetschade, noem het allemaal maar op. Maar dat alle schade ook hersteld was die woensdag en dat het er spik en span zou uitzien en niks meer zou herinneren aan datgene wat er hier die zondag was gebeurd. Nou, daar speelde Jacques Wallaag een ongelooflijk sterke rol in. Ik heb hem toen echt geweldig leren waarderen. Ik vroeg aan jou van, wanneer is die wedstrijd eigenlijk weer ingehaald en wat was de uitslag? Want eigenlijk was die wedstrijd, ik weet nog toen wij gingen spelen, toen normaal tegen Ajax dan vlieg je erop en nu was er ook met alle goede wil, was er een hele andere ja, gemoedstoestand bij ons allemaal. Wij hebben die wedstrijd toen met 2-1 gewonnen.
wrang genoeg voor FC Groningen door twee doelpunten van juist Rasmus Lindgren en Luis Suarez. Eigenlijk wou je dat het zo snel mogelijk afgelopen zou zijn, dus dat we die wedstrijd achter de rug hadden. Davids. En de goal, die er wel heel eenvoudig in zit, via Rasmus Lindgren. En Ajax leidt in de Euroborg. Dennis Rommedaal bij de tweede paal, Suarez, die maakt 1-2. Uitgerekend hij, en ook hij durft toch niet echt te juichen. Maar hij zet wel Ajax voor de tweede keer deze avond op een voorsprong. Het toelaten van brandmateriaal op de tribune is in strijd met de voorschrift in de bouwverordening, de gebruiks- en de bouwvergunning. FC Groningen heeft flinke steken laten vallen voor en tijdens de brand in de Euroborg voor de wedstrijd tegen Ajax op 13 april. Dat staat in het rapport dat het Audi-team voetbalvandalisme vanmiddag presenteerde. In het rapport staat dat de brandveiligheid in het stadion niet toereikend was. Bovendien was het brandgevaar van de sfeeractie met rollen wc-papier onderschat en werd de brandweer te laat gebeld. De commissie Vliegendaad heeft gekeken naar de officiële verantwoordelijkheden. Wie is nu waarvoor verantwoordelijk? En de club is degene die de tent runt daar. Ik als directie, of wij als directie, als club, zijn daar helemaal verantwoordelijk voor de acties. Door de Fanatics met de wc-rollen, daar waren wij helemaal van op de hoogte. Dat was keurig netjes met ons overlegd. Er staan ook een aantal aanbevelingen in het rapport van Vliegend Hart. Zo moet de club betere afspraken maken met brandweer en politie. Want volgens het Audi-team bracht FC Groningen politie en brandweer vooraf niet schriftelijk op de hoogte van de toiletrollenactie. Over de vraag of dat wel mondeling is gebeurd, geeft het rapport geen uitsluitsel. Ik kan me nog heel goed herinneren dat het rapport van Vliegend Hart uitkwam en dat ik zoiets had van ja, dat klopt niet, want ook de autoriteiten, ik bedoel, ik zeg niet dat alleen de autoriteiten het hebben gedaan, maar ook de autoriteiten hadden een rol en er is een schouw geweest van de brandweer, dus het stadion is wel degelijk bekeken. Nou, ik kan je echt melden, dat zeg ik nu en ik heb het toen ook gezegd, dat ook de politie Groningen op de hoogte was van deze sfeeracties. Maar ineens wisten ze dat allemaal niet meer. Ja, ik lach er nu wat om, ik heb me daar toen verschrikkelijk boos om gemaakt. Het was een combinatie en ik samen uit, samen thuis zou ik bijna willen zeggen. En dan moet je ook met z'n allen de schuld op je nemen. Dan moet je niet alleen maar zeggen, het is alleen die club geweest. Ik denk dat het iedereen die daar verantwoordelijk is voor de veiligheid, ook de club dus, maar ook de autoriteiten, dat die uiteindelijk verantwoordelijk voor die brand waren. Ik denk dat degene die dat gecontroleerd heeft, die heeft gedacht, nou, daar staan ook een boel wc-rollen. Punt. Je komt toch niet op het idee, ik zou niet op het idee gekomen zijn. Dus ik kon ook wel goed begrijpen dat de brandweer later zei van ja, we hebben er wel zien staan. Maar ja. Aan de andere kant, ik vind, je moet daar ook niet naar wijzen. Want we hebben ook altijd gezegd, binnen het stadion in Euroborg zijn wij verantwoordelijk voor datgene wat gebeurt. Dus daar kan geen discussie over zijn. Wij zijn aansprakelijk en wij zijn verantwoordelijk. Zo hebben we ons ook opgesteld toe. Ik heb natuurlijk gebeld en ik kon direct bij hem komen. Hij zei, kom maar. Ben ik s'avonds bij hem geweest. Ik kreeg een kop koffie van hem en ik heb heel goed gesprek gehad. Ik heb er ook eens het verhaal verteld, zoals ik nu ook een beetje vertel. Ik heb toen in die tijd met heel veel supporters en sponsors gesproken. Mensen die aan mij hun verhaal kwijt wouden, hoe ze dat hadden beleefd. En dat hebben we ook allemaal gedaan. En, dus dat zijn heel veel gesprekken geweest en dat is goed. Maar er was niemand met wie je kon praten, niemand die het wist. En Hans die heeft het van dichtbij meegemaakt. Dus, en daar kon ik aan vertellen. Toen was het heel goed om de verhalen te horen, om precies te horen. He, hoe dingen met name daar op de tribune allemaal gegaan zijn, hoe supporters dat beleefd hebben. Waar wellicht wij of onze mensen of wie dan ook tekort schoot, dus dat is weer heel leerzaam. Ik heb ook gezegd dat van de stewards dat ze de papier niet op het vuur hadden moeten gooien. Maar dan kreeg je gewoon een reactie van het publiek en dan gooide iedereen een peuk. Uit onderzoek van de politie is vastkomen te staan dat er sprake is geweest van 3 brandhaarden. Alle 3 op het veld ontstaan. Van daaruit heeft de brand zich verspreid over de tribune. Maar volgens het Openbaar Ministerie is niet meer te achterhalen wie de eerste rol heeft gegooid. Justitie ziet de 2 verdachten dan ook niet als de aanstichters van de brand, maar ze hebben er wel aan bijgedragen door brandende toiletrollen op het veld te gooien. Heeft het nog consequenties voor uw positie, dit rapport? Nou ja, dat, als het aan mij ligt, niet. Alleen dat kun je beter niet aan mij vragen, want ik ga uiteraard niet over mijn eigen positie. Ik heb dat toen met mijn vrouw over gesproken, want hoe je het ook vindt of keert, ik vind toch dat je, nou ja, toen zeker dat je nou ja, op zo'n zwaar punt hebt gefaald. Je kunt wedstrijden verliezen, je kunt degraderen, weet ik veel wat allemaal meer, maar ja, dat hoort er allemaal bij. Maar ik voelde dat toch als een persoonlijk falen.
Dus ik heb dat toen ook met mijn vrouw besproken. Ik heb het toen ook voorgelegd aan ons bestuur. Of ik weet eigenlijk... Ja, nee, het was toen, dacht ik, al een raad van commissarissen met Ed Seibers, voorzitter. Een van de eerste dingen die ik gezegd heb, dat is tegen Hans, wat de uitkomst ook is. Wij weten ongeveer hoe het gegaan is. We hebben zorgvuldig gedacht en gewerkt. En we hebben ook fouten gemaakt. Maar waar worden geen fouten gemaakt? Ik heb er ook met onze burgemeester zelfs over gesproken, met Jacques Wallagen. Maar die vonden dat, dat absoluut niet aan de orde. Ik kreeg werkelijk alle steun die wij me nodig hadden. En dat voelde toen heel, heel goed, zeker voor onze raad van commissarissen. Dus de positie van Nijland is rotsvast? De positie van Hans is rotsvast. En ik heb toen voor mezelf wel, ik weet het heel goed, ook met mijn vrouw afgesproken, van we zien wel eventjes hè, hoe zich dit verder ontwikkelt. En je voelt het wel aan je omgeving of het vertrouwen geschonden is of definitief geschonden is, ja of nee. En ik merkte toch eigenlijk al heel snel dat er toch na eerste instantie boosheid, woede ook wel. Hè, maar dat er op een goed moment toch voor directiemanagement, maar ook voor al onze werknemers, voor al die vrijwilligers, toch wel heel veel respect was voor hoe we er uiteindelijk mee zijn omgegaan. Nou, en toen was het wat mij betreft niet meer aan de orde. Dus klaar. Dus ik zit er nog steeds. Met ongelooflijk veel plezier.